Hallo en welkom bij het videoweerbericht van vrijdag 6 oktober alweer. Het ziet er goed uit. We zitten op de flank van een hoge drukgebied waarbij nog wat staartjes van storingen passeren, maar die zijn inactief en die stellen ook steeds minder voor. Bovendien gaat het om de staart van een warmtefront dat opnieuw zachtere lucht vooraf gaat. En vanochtend zijn er nog een aantal meer uitgebreide wolkenvelden, maar de zon die komt er al doorheen. En vanmiddag worden de opklaringen geleidelijk aan steeds breder en wint de zon meer en meer terrein. Temperaturen zitten daarbij in de lift en vanochtend halen we geleidelijk aan een 17, 18 graden. Maar vanmiddag loopt het kwik op naar een 20 tot lokaal zelfs 21 graden. En met wat zon erbij zal dat zeker best aangenaam aanvoelen. Bovendien, ook de wind is zwak tot matig, komt uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. Dus alle elementen zijn aanwezig om er een mooie namiddag van te maken. Een rustige namiddag met weinig wind. Enkel aan zee kan die misschien af en toe nog eens matig. Heel misschien tegen het vrij krachtige gaan waaien, maar door de band genomen is er niet zo gek veel wind en die neemt ook af. Vanavond en vannacht is het dan rustig, licht bewolkt tot zelfs helder, met minima rond de 13, 14 graden tegen de ochtend. Het is mogelijk dat er hier en daar eens wat nevel ontstaat, maar voor mist is de lucht te droog. Het is rustig en morgen starten we dan mooi aan de dag met wat verspreide nevelslierten, wordt het al gauw zonnig. En in de loop van de dag kunnen de temperaturen zelfs oplopen naar een lokale 23 graden. Dat gaat met veel zon zijn. Af en toe is een paar hoge sluierwolken, maar veel stellen ze zeker niet voor. Zondag, ja, dan is er een onzekerheid. Die zit er al een paar dagen in. En het ziet er naar uit dat de koelere oplossingen toch wel degelijk in de meerderheid geraken. Er zitten in de pluim die ik erbij zet nog een paar hoge pieken voor zondag, maar je ziet duidelijk dat de temperatuur een groot verval kent. Er zijn zelfs ronduit koele oplossingen mogelijk. Ik denk dat het ergens tussenin zal zijn. We krijgen in de loop van zondag te maken met een zwak koufront dat dichterbij komt. Er komt duidelijk meer bewolking binnen en de temperaturen die gaan met een naar noordoost draaiende wind toch een duwtje krijgen. We gaan eerder richting een 18, 19 graden. Als er voldoende zon komt en als we dat koufront op afstand kunnen houden, kan het een graadje meer zijn. Maar ik denk eerder een scenario zo richting 18, 19 graden. Hele koude scenario's, die geloof ik ook niet. Tegen zondagavond draait dan de wind geleidelijk aan naar noordoost tot oostelijke richtingen. En tegen maandag zit die in een zuidoostelijke hoek en komt de warme lucht weer terug. Dat zie je ook duidelijk in die pluim, dat tegen maandag, dinsdag zelfs hele warme temperaturen verwacht worden. Tegen maandag alweer dik in de 20 graden. Dinsdag zou het zelfs tegen de 25 graden kunnen gaan worden. Dan ook nog woensdag erbij. Ook woensdag wordt nog een mooie warme dag met veel zon. Maar ergens in de tweede helft van de week gaat het toch wel draaien. Zeker naar donderdag, vrijdag toe nemen de herfstige oplossingen in de pluim toe. En het zou best wel eens kunnen dat we dan ergens een schakelmoment hebben waarbij we overgaan naar meer wisselvallig weer. Met die kanttekening, er zitten ook nog steeds erg warme oplossingen in die pluim, ook op lange termijn. Dus heel zeker is het allemaal op termijn zeker en vast niet. Maar laten we eerst beginnen met die mooie dagen die ons te wachten staan. Dat we die al eens eerst bekijken. En tegen dan zal wel duidelijkheid komen over wat de toekomst brengt. Alvast bedankt voor het kijken, profiteer van de mooie dagen en graag tot morgen. Dag.